Het is belangrijk om te weten dat jij op je eigen is sterk genoeg. Je hebt mentors en mensen rondom je nodig waar je kan opleen en kan vragen, yes, maar hoe doe ik het nou? Je weet en noodwendig die advies wat je altijd of wat je krijgt, niet altijd die rechte advies. Nie. En ik denk dat je besluit alleen dan bij jou om te zeggen, yes, maar ik vat het of nee, ik vat het niet. En ik denk, voor mij is het rarig. Ik denk voor enige mensen is het belangrijk om mentors rondom je te hebben. Om net zo'n beetje ander perspectief te krijgen. Want baie keer as jy binnen in een situatie is, verloor jy swaalf perspectief. Jy verloor swaalf, is maar wat is reg en wat is verkeerd. En wanneer jy baie keer iemand het wat zo'n beetje buiten die situatie staan en eigenlijk in het en kyk, het hulle baie keer een baie beter perspectief en amper swaalf opinie oor wat aangaan. En ek hou daarvan om inspraak te hê in jong manne se lewens. Ek dink dis is altijd iets wat op mijn hart gedrukt is. En ik voel die Heere gebruik mij om, wel, ik denk die volgende generatie jong mannen op te leiden om goede paas te wees en goede mans te wees. En dan ook die volgende generatie kinders op te leiden om goede paas en goede mans te wees. Ik denk die Heere is eigenlijk zo amazing dat hy eigenlijk baie van sy verhouding met ons, eigenlijk voor ons wijs in ons verhouding met ons kinders. Ik denk baie keer is ons goed verkeerd en dan voel ons jy is maar die Heere is nou kwaad van ons teleurgesteld van ons of hy gaan ons nou alleen los, maar ek bedoel wanneer jou kinders iets verkeerd doen, jy is teleurgesteld oor dit wat hulle gedoen het, maar jy is nog steeds lief vir hulle. En ek denk baie keer is as mense voel ons jy is as ons iets verkeerd gedoen en die Heere is nou nie meer lief vir ons he. En ek denk hy wys eintlik soveel van sy verhouding met ons en ons verhouding met ons kinders. En hoe hy baie keer en ons is, as mense ook wil jy baie keer vir ons sê, hoor jy, maar moet nie oor die natteels hardloop jy gaan gly. Jy weet, en dan luister ons nie, en dan hardloop ons maar oor die natteels. En dan denk ons altijd, jy is maar hoe die Heere dit toegelaat dat ons nou val, maar hy het ons gewaarskie. Maar ons het nog steeds al besluit gemaakt om oor die natteels te hardloop. Ek hou vast aan dat hy altijd langs my staan, en dat hy altijd die pad aan my stap. Partykeer keer voel het of jy ou alleen is, maar ek weet hy is langs my en ek weet hy stap het saam met my.